Wij zijn aangekomen in Reuven, zoiets. En dit is ons huisje. Hier slapen wij, zeg maar. En dit is dan, zeg maar, de spiegel. Iedereen is nou weg, dus ik kan het mooi even laten zien. En het licht is hier wel aan, maar super donker. Maar hier is het barretje. Zo'n bar met koelkast, gas van huis. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij zijn wakker geworden hier in bed. Ik heb gisteren abrupt het vloggen gestopt. Omdat de mensen binnenkwamen. Auw. Omdat de mensen binnenkwamen. En nu gaan wij douchen. Wat ga je doen? Oh. Het regent. Ik ga naar een outlet. Ik loop achteraan. Anders kan ik niet filmen. Wij zitten in de auto. En wij gaan nu naar Roermond. Want we gaan naar Designer Outlet. Oh, en we gaan nu op de snelweg. Nee. Kijk, als je kijkt. Oh ja, dan kun je nou niet zien met het rijden. Maar daar gaan we heen. Volgens mij is daar alles net als een soort van Batavia-stad. Zei jij toch? Ja, volgens mij. Ik ben er nooit geweest. Ik ook niet. Nou, we zullen zien. Hi, daar ben ik. Ik ben Raymond en ik neem even de vlog over van onze lieve Lisanne. Ze heeft tassen vol met spul gekocht. Kan ook hier mooi, hè? Designer Outlet Roermond. Je weet niet wat je ziet. Echt zo ontzettend veel mensen en tassen vol met kleding. Hartstikke leuk. Hé, Lisanne, wat vind je er zelf van? Heel leuk. Nou, het is zo ingezoomd ook. Zo dichtbij. Ja, zo dichtbij. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort bij een vlogfilmpje. Nou, we staan hier eventjes lekker frikandel te eten. Anders zegt de frikandel XXL volgens mij, want het past bijna niet op de staattafel. Je moet hierin kijken. Oh, je moet daar kijken. Ja. Die? Ja. Hi. Hi, ik ben Raymond. Joep. Nou, doei hè. Zit nou iemand te kijken dan? Ja, daar ben ik weer. Nee, moet je eerst nog op... Oh, is dat niet live? We zijn hier met de fotograaf. De staaf. De staaf zelf. Ik breng die af. Ik kan natuurlijk niet op de staaf. Hier, zet hem hierboven. Nou, laat hem maar even zien hoor. Lekker. Dat ziet er heel pervers uit als je dat zo doet voor je mond. XXL, hè. Nou, is makkelijk. Doei. Wij zijn nu onderweg naar... Decathlon. Ja, dat staat daar op, dus ik kan het niet lezen. Ja, weet je hoe het uitspreekt? Ik wist het de eerste keer niet wie dat spijt. Oh. Maar we zijn dus net bij dat outlet ding is geweest. En ik heb wat gescoord bij de Only. In de sale, dus dat is top. En nu gaan we naar Decathlon, dus heb je allemaal sportkleren en zo. Sportgerelateerde dingen. En ik moet eigenlijk een nieuwe sportbroek hebben. Hè? Bjorn wil ook even kijken. Dus daar zijn we nu onderweg naartoe en wow, het is echt super groot. En daar zijn we nu, dus we gaan nu daar naar binnen. De raam is echt super vies, maar dit is het. Dus zo schrijf je het. 2 euro muntjes. Oh ja, ik heb nou kaas aan dit. Niet eruit, of nee, ik neem niet eruit. Dit mag nog Je kunt het aan, het is... Broek. Nee, onder een rokje. Vibrator. Oké, het is heel lekker, het is rond, er zit salami en ananas. Ja. Stefan, jij mag niet meedoen. Nee, maar ik geef al rond. Het zit iemand op een zwevende mat, die ga je omhoog. Aladdin. Ja, ja, maar je kunt het aan onder een rokje en dat is niet zwart, maar dat is... Geel. Ja. Nou, waar komt ze dan? Witte legging. Hi, vriend. Ja. Mij zo gaan. Nee, helemaal. Ja, maar ik niet zo. Ja, Bjorn zou ervoor. Ja, niet zo. Oké.
Even kijken. Wat is het nou weer? Een merk van een aansteker, wat heel bekend is. Big Football. Hoe? Big. Ja, juist. Even kijken, dat doe je zo. Schaatsen. Juist. Waar je onderdoor gaat met de auto. Tunnel. Even kijken, het is een rekensom. Plus. Nee, wortel, maar een... kwadraat. Nee. Een minnetje, een plusje, een drie. Nee, het is een heeft, hond heeft het ook. Een staart. En dan staart is... Nee? Staartdeling. Staart, lang voorbij. Staartdeling, maar... Hij had wel een beetje tijd. Ik zeg staartdeling. Oude mensen sparen er heel veel. Postzegels. Ja, en hoe de postzegels waren. Nee, dat klopt niet. Nee. Eentje van een goede doel. Henk of Henk Westbroek? Wat een goede doel. Met Pasen, een paar dagen voor Pasen is dat. Stille. Nee, een paar dagen. Paar dagen. Goeie vrijdag. Nee. Geboren van de Pasen. Met de andere mensen thuis. Niet bijzonder. Ja, kut. Nee, hij was thuis al. Kut? Dat ging goed. Ja. Jim, Joling en. Met de woorden. Met de woorden. Ja. Nou, we drie goed hoor. Ja, ja. En dan hebben we nog Steve Wonder thuis zorgen. Steve Wonder. Met feestwien en. Fonduestakje. Ja, hoe heet dat die andere? Chocolade van die kaas van nu. Kaas van nu. De suiker van de Rolling Stones. Mick Jagger. Ja. Nee, je moet niet helpen. Jawel, hij helpt iedereen. Ja, dat mag. Nee, ja, nee. Jawel. Nee. Hij helpt alleen maar jullie. Nou, nee. Ook nu staan. Welke eend? Een dip. Paas eend. Een Chinese eend. Peking eend. Chinese eend. Peking. Ik ben, welke, wat ben ik van Fox van? Ja, nee. Paas. Nee. Dirk, je hebt melk en je suiker. Nee. Karamel. Nee. Melk. Alles soort. Sojamelk. Ook zuivelproduct. Boter. Melk kun je niet. Klaar. Yoghurt. Kaas. Ja. Hey. Ik ben dood. Ik ben net eens hardlopen. Het is in mijn hoofd. Ik ben helemaal nat. En we zijn nu weer op het park. Ik heb volgens mij 4,5 kilometer. Maar ik heb echt het heel lang niet meer gedaan, dus ik heb geen conditie meer. Ik weet niet of je me goed kunt horen, mijn spraakdinges. Weet je dat ik weer? Speaker doet het niet altijd. Maar we gaan, we gaan nu naar het huisje. En de jongens gaan nog even op het park, want het zijn allemaal bergen hier. Dus ik ga lekker naar het huisje. Een stukje in de boerderij. Je kunt echt goed zien, konijntjes. En zo ziet het er zeg maar een beetje uit. Het begint al donker te worden. Maar wij gaan nu bowlen. Daar loopt de groep. En daarna gaan we lekker uit eten. En we hebben vanmiddag al lekker gezwommen. Kijk, is een groot kasteel, zo'n speelkasteel. En we gaan daar, hier zo, gaan we ergens bowlen. Dus daar gaan we nu naartoe. Even de vlog voor Lisanne. Video'tje. Graag. 1, 2. En onder ook. Lachen. Ruim zeker. Nee. Neuken. Neuken. Nee, graaf maar niet, want ze hebben koets. Hoe heet die zanger die we in de hal hebben gehad? Jeroen van de Boom. Nee, die, die ook die autocureur is. Mark Schumacher. Die protestest in Parijs. Geen lesjes. Yep. Hoe doe je elke maand blijven? Neuken. Neuken.
Nee, niet ervoor zeggen. Ik zou het maar ook niet weten. Je moet altijd blijven. Lachen. Oefenen. Die clown is die acrobaat. Je kunt... Als je bij de supermarkt staat moet je iets... Kopen. Nee, bij de kassa moet je iets... Afbreken. Scannen. Nee. Scannen. Betalen kunnen. Ja. Betalen. Alleen naam, hè? Je hebt een provincie. Wat is een jongensnaam en het groeit buiten in het bos. Jongensnaam en groeit buiten in het bos? Ja. Voor de boom. Oh, tijd is om. Jeroen van de boom. Als hij op de iPhone en dan komt er een vrouwtje die Siri. Ja. Wow, holy shit. Niet Spanje, maar dat is Portugal, Italië. Begint met de letter van die. Macedonië. En het. Ik geloof er niks van. Marokko. En ook een ding. Maar niet Syrië, niet. Irak. Ook niet. Iran. Met mijn voornaam, met mijn letter bedoel ik. Oh, Libanon. Zo toch? Dat is niet meer oorlog. Nou, was wel oorlog. Ik lig nu in bed. Het is 1:50. Het is dus, zondag. En we hebben de hele avond nog samen gezeten. Of met een paar. En eindelijk lig ik nu in bed. Morgen gaan we naar huis. Moeten we om 10:30 zo uit het huisje zijn. Dan gaan we weer naar huis rijden. Ik ben voor nu super moe, dus ik ga nu snel slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En we moeten uit het huisje. En Bjorn ligt nog in bed. Maar ik heb mijn bed al klaargemaakt, zeg maar. Ik moet alleen nog even mijn kleren en zo inpakken. En dan is het alweer klaar. Ik ga op mijn... haar er zo uithalen, want dat ziet er echt niet uit. En dan gaan we even wat eten. En dan gaan we zo weg. Maar ik heb een hele zere keel van de open haard. Dus ik ben blij dat ik hier weg ben. Het is een droge lucht en dan krijg je hele droge mond en een hele zere keel van. En ik heb een hele erg spierpijn van het hardlopen van gisteren. Dus ik hoop dat het een beetje goed gaat vandaag. We zitten nu in de auto. Wow, de zon schijnt. En wij gaan dus nu onderweg naar huis. Grapje, sorry. En dat eigenlijk. Wij zijn alweer even thuis. Gisteren zijn we aangekomen en ik heb eigenlijk niet meer gevlogd omdat ik dus vandaag gewoon naar school ben gegaan. En ik echt ontzettend moe ben, dus ik ga nu ook weer naar bed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei doei!